time they swung open the hatch, Armstrong began to back out. Okay, Houston, I'm on the porch. Roger, Neil. Falling on his stomach, his feet reached for the ladder descending to the... Wat vind je ervan? Zullen we de fles maar leegmaken? Nou ja, waarom niet? Minstens zo goed. Minstens zo goed. Misschien beter dan toen. Beter? Beter toch wel. Maar dat vind ik geen maatstaf. Op zo'n dag als je trouwdag vind je alles goed. Al schenken ze je bocht. Oeh, wat ik vanmiddag te drinken heb gekregen, dat houd je niet voor mogelijk. Zet dat geluid dus af. Ik dacht dat het wijnkeldertje bij Alice op een aardig niveau wordt gehouden. Ik heb zo'n idee dat ze deze keer een greep heeft gedaan in het keldertje van een groot winkelbedrijf. Dat is helemaal een vervelende lunch. Oh, ik haat dat gelunch tegenwoordig. De eindexamens van de kinderen en nog eens de kinderen. En dan nog eens de kinderen. En als je alles hebt gehad, dan de kleinkinderen. En dan nog slechte wijn. Ik vond het weer eens een afschuwelijke dag. Ik haat zo'n dag als vandaag, weet je. Ik haat zo'n dag. Oh, dat is wel leuk. Je 19e trouwdag. Ik haat zo'n dag als vandaag, weet je. Ik haat zo'n dag. 19 jaar vandaag. 19 jaar. Zou jij het allemaal zo overdoen, als het moest? Ja, natuurlijk zou ik het allemaal zo overdoen. Zeg, zet het geluid nog eens aan. Nee, nou, heel eerlijk. Zou jij werkelijk alles zo overdoen? Precies zo. Vanzelfsprekend, schat. Stel je voor... Ik denk dat ik nog even naar boven ga. Ik moet nog een paar dingen voorbereiden voor morgen. Of wil je nog wat blijven praten? Nou, nee, ik ga maar vroeg naar bed. Ik had eigenlijk geen derde glas moeten nemen. Ook wat zijn 3 glazen mee dok op je 19e huwelijksverjaardag. Nou, dan ga ik maar. Misschien kruip ik er ook wel vroeg in. Ik hoop dat ik een beetje opschiet. Dat is een moeilijk onderwerp, weet je. En er bloeit kritische mensen in het publiek. Ze verwachten altijd te veel van je. Het zou een mens gemakkelijker leven als een omgeving is wat minder van hem verwachten. Vanzelfsprekend, schat. Natuurlijk zou ik het precies zo overdoen. Stel je voor. Maar ik niet. Mijn hemel, ik niet. In goede en kwade dagen. Tot de dood ontscheidt. Nou, daar hebben we de dood helemaal niet voor nodig gehad. Laten ze dat veranderen. Laten ze zeggen tot het leven ontscheidt. Ik ga me nog even voorbereiden. Wie voorbereiden? Wat voorbereiden? Waarom zegt hij niet, ik ga naar boven omdat het geen enkele zin heeft om beneden te blijven? Van mevrouw en ik zijn uitgepraat. 19 jaar was gewoon te veel van het goede. Ik weet alles. Jij weet alles. Wij weten alles. En binnenkort weten zij ook alles. Al die mensen die wisten dat ons huwelijk een mislukking zou worden. De ernstige jonge intellectueel en het frivole dochtertje van de staatssecretaris. Opvoeding voltooid op Engelse en Zwitserse kostscholen. Make-up van het gezicht belangrijker dan de make-up van de geest. Uitzet met ponnetjes van Zwitserse broderie. Monogrammen met de B van Bert en de L van Leonie. Foto's in de society-kolommen. Dat kon niet goed gaan. Het ging ook niet goed. Hadden gelijk. Hij zat boven en zij zat beneden. En nog precies 19 jaar later zit hij nog boven. En zit ik nog beneden. Ja? Heb je nog veel te doen? Nou, gaat wel. Half uurtje. Misschien een uur. Zeg, jij zei daar straks, ik zou het allemaal precies zo overdoen.
Zou jij het werkelijk zo overdoen? Als je weer aan het begin stond? Natuurlijk, waarom niet? Maar ik moet nou even werken, zeg. Er hangt erg veel van af morgen. Je weet hoe Van Dam vorig jaar is afgegaan. Zou jij het precies zo overdoen? Ja, ja, ja. Jij dan niet? Weet ik niet. Hoor eens, Leonie, wat heb je nou te zeggen? Wat wil je? Dat ik naar beneden storm en op mijn knietje val en een liefdesverklaring afleg? Moet ik met een struik bloemen naar beneden komen en roepen wees voor eeuwig te mijnen? Mijn hemel, wat wil je nou eigenlijk? Ik zal wel ophouden met werken. Ik kom bij je zitten om je hand vast te houden. Ga jij dan morgen naar dat congres en hou dat referaat? Ik kom wel naar beneden, ik geef het op. Alsjeblieft niet. Dan ga je me weer zitten aankijken. Dan klap ik weer helemaal dicht. Weet je wat je moet doen? Ga naar bed. Ga slapen. Heus, als je een nachtje goed hebt geslapen, dan zie je de wereld weer heel anders. Nee, dat wil ik niet. Ik wil de wereld niet anders zien. Ik heb al te lang de wereld anders gezien. Het klinkt misschien wat vreemd en dat besef ik heel goed, maar ik wil de wereld op dit moment zien zoals die is. Mijn wereld zoals die is. En hoe is die wereld dan? Nou, jij daar straks. Je zei daar straks. Ik zou het allemaal weer precies zo overdoen, maar als je nou nagaat na al die 19 jaren. Wat is er nou eigenlijk van terechtgekomen? Waarvan terechtgekomen? We hebben toch waarachtig wel iets leuks opgebouwd. Prachtig huis, goede baan. Laten we eerlijk zijn, een paar mislukkelingen zijn we toch niet. Er is hier toch wel een zekere status te bespeuren. Huisje, boompje, beestje, autootje, bont, jasje, armbandje, zilver, theestel, kristallen, karaffen. Ja, ergens begrijp ik wel een beetje wat je bedoelt. Ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Heus, die twijfels van jou heb ik ook wel eens gehad. Dat je denkt, moet dat nou eigenlijk wel zo? Hadden we het anders kunnen doen? Maar wat wil je? Zo is het leven. En je hebt je daar toch min of meer maar in te schikken. En trouwens, wat is er tegen huisjes, boompjes en beestjes en zilveren theestellen? Goed, ik geef toe dat er meer waarden in het leven zijn dan materiële waarden. Maar wat doe je eraan? Vind je ook niet dat we de laatste tijd niet meer samen kunnen praten? Nou ja, waar moeten we dan in vredesnaam over praten? We praten toch over alles. Ik vertel je alles. Alles wat ik doe, dat weet je. Alles wat ik wil, dat weet je. Alles wat ik denk, dat weet je. Is dat werkelijk zo? Oh ja, ik weet het niet, maar... Het is misschien vreemd, maar als ik jou aankijk, als ik tegenover je zit, dan denk ik, de dingen die ik wil zeggen, die kan ik niet zeggen. En nou, met 3 glazen Médoc, met 2 etages tussen ons, nou heb ik het idee dat het misschien toch wel mogelijk zou zijn. Wat bedoel je? Ik begrijp je niet. Zeg, Leonie, ik weet niet of jij het weet, maar het is 9:30. Ik zou het nooit meer zo over willen doen. Nooit meer. Nooit meer. Wat bedoel je dan? Ik kan me die eerste weken van ons huwelijk nog zo vreselijk goed herinneren. Toen dacht ik, ik ben volkomen zeker van jou. Ik ben volkomen zeker van mezelf. Maar toen ik ging nadenken, toen was ik alleen maar zeker van de materiële dingen. Brood op de plank, kopjes en schoteltjes, lepels en vorken, meubels. Weet je nog, toen we onze eerste meubels gingen kopen, we probeerden met al het geld dat we hadden, dat was toch niet zo vreselijk veel, te realiseren wat er te realiseren viel. Soms werd mijn enige houvast gevormd door de armleuningen van mijn stoel. Toen wij samen voor dat altaar stonden, Bert, was jij toen volmaakt zeker van jezelf? Jawel, ja, ik was toen volmaakt zeker van mezelf. Ik ook. Tenminste, dat dacht ik toen. En toch had ik ergens het idee, ik moet weg. Ik zal nooit aan die verwachtingen kunnen beantwoorden. Hij slaat me te hoog aan. Ik zal het nooit kunnen waarmaken. En het erge, ik heb al die jaren het idee gehad dat ik het niet heb waargemaakt. Wat bedoel je precies? Het scheppen van een sfeer om je heen, van geluk. Mensen die bij je komen, mensen die weer weggaan. Mensen die zeggen, wat geweldig daar, die twee begrijpen elkaar zo goed. Het volmaakte huwelijk van Bert en Leonie. Nergens heb ik het idee gehad dat ik dankzij die kopjes en die schoteltjes en die lepels en die vorken steeds minder ging begrijpen. Nou begrijp ik het helemaal niet meer. Leonie, wat zou je dan willen? Wat zou je dan willen? Iets ongrijpbaars. Als ik het onder woorden kon brengen, dan was ik er. Maar het zijn woorden. Woorden
net als kopjes en lepeltjes en vorkens, schoteltjes, gebruiksartikelen. Je poet ze op, je behandelt ze met zorg en toch komen er krassen op. En wat breken kan, dat breek je, maar daar... Daar zijn het gebruiksvoorwerpen voor. Je bedoelt, wij zijn ook gebruiksvoorwerpen. Nou ja, nu je het er toch over hebt, dan wil ik ook wel eerlijk zijn. Inderdaad, toen ik voor dat altaar stond, was ik ook niet zeker. Ik was zeker, zoals iemand op dat moment zeker kan zijn. Nee, als je het mij nou heel eerlijk vraagt, ik was zeker van jou. Maar niet van mezelf. En heb ik je in al die jaren teleurgesteld? Teleurgesteld. Je bouwt samen iets op, je werkt eraan. Het komt voor een groot deel zoals je het hebt bedoeld. Maar ergens heb ik het idee dat ik het ten opzichte van jou ook niet heb kunnen waarmaken. Wat ik me had voorgesteld was een vonk die oversprong. Maar die vonk is niet gekomen. Wat ik me voorstelde was een volmaakte harmonie. Een symmetrie, zoals bij de Griekse kunst. Maar ook die symmetrie heb ik nooit gezien. We hebben doordacht aan kinderen. Een jongen en een meisje. De jongen zou net zo zijn als jij. En het meisje zou net zo zijn als ik. En al onze goede en kwade eigenschappen zou in die kinderen voortleven. Maar ze kwamen niet. Ze zullen nog niet meer komen. Die kinderen, ja, dat is een kwestie waarbij ik me volkomen heb neergelegd. Daar heb ik zelf ook vaak aan gedacht. Maar er zijn dingen die een mens niet kan hebben. Dit kon deze mens niet hebben. Je bedoelt, dit konden deze mensen niet hebben. En nu zijn we 19 jaar verder. En dan denk je, wat moeten we met die levens? Wat moeten we met al die kansen? Die kansen zijn zo verweven met elkaar. Zouden we los van elkaar, zelfs op dit moment nog, betere mogelijkheden kunnen scheppen voor onszelf en voor twee andere mensen? En wie is dan die ander? Die ander ken ik niet. Maar hij zou kunnen bestaan en zij zou kunnen bestaan. Een hij voor mij, een zij voor jou. En heb je er dan wel eens aan gedacht dat je met die ander opnieuw voor het altaar zou staan en weer die gedachte zou hebben van, ik moet het allemaal waarmaken, misschien kan ik het niet waarmaken. En die ander zou dat ook weer hebben. Ik geloof er niet aan wat jij denkt. Ik geloof er niet in. Alles komt zoals het komen moet. Dus ook Irene. Wat weet jij van Irene? Nou ja, moet je goed luisteren. Ik heb mijn ogen natuurlijk niet in mijn zak. En er is behalve een huistelefoon ook nog een telefoonlijn naar buiten. Er worden lunches georganiseerd waar je slechte wijn drinkt. Gemiddeld iedere week één lunch met allemaal vrouwen. En iedere vrouw heeft één telefoon en één tong. Weet je hoe oud we op het ogenblik zijn? Ontzettend oud. Zo oud dat er geen weg terug meer is. Ik geloof niet dat een mens, als die over de helft is, over het point of no return, dat die mens de kracht heeft om de hele weg nog eens een keer te voet af te leggen. Maar dan andersom. Maar er zijn mensen die het proberen. Als we dan toch eerlijk zijn, ik heb het geprobeerd. Als we nu werkelijk eerlijk zijn, ik heb erover nagedacht. Ik heb het geprobeerd. Je intuïtie heeft je niet bedrogen. Ik ben inderdaad de weg een stukje teruggegaan. Met Irene. Met Irene. Met Irene. En wat was dat voor een weg? Je zult het niet geloven, maar het was dezelfde weg die wij zijn gegaan. Ongeplaveid, een doodgewone rulle zandweg. Maar er is één groot verschil. En dat verschil was? Het is een groot verschil of je heen loopt of terug. Hoe lang heeft dat geduurd, dat teruglopen? Het was vorig jaar. Het begon op 15 juni en het eindigde op 6 augustus. Wat weet je dat goed? Als de blaren op je voeten zich laten gelden, dan weet je op den duur van ieder uur, van iedere kilometer. Dan weet je op den duur van iedere stap. En tot hoe ver ben je gekomen? Ik ben gegaan tot het moment waarop ik een wegwijzertje zag. En toen bleek dat ik na alle pijn en na alle moeite nog maar een heel klein aantal kilometers had afgelegd van de ontzettend lange weg die afgelegd moest worden. En wat heb je toen gedaan? Toen ben ik gaan zitten. Ik heb mijn wonden bekeken. En toen ben ik teruggegaan tot mijn uitgangspunt. En waar was dat uitgangspunt? Het uitgangspunt bleek achteraf gezien te zijn het punt waarop ik ging dwalen. Hoe is het met Irene? Ik heb haar nooit meer gezien. En wat?
dat was in feite het gedeelte van je leven met Irene. Het gedeelte van mijn leven met Irene was... was in feite onze tijd van de kopjes en de schoteltjes en de varken en de lepels. Die zij ook met liefde en toewijding zou behandelen en waar ook weer krassen op zouden komen. Waar ook weer scherven zouden vallen. Alleen, jullie zouden kinderen kunnen hebben. Irene wilde geen kinderen, nu niet en nooit. Maar wat moet je dan na zo'n tijd, na zo'n periode van 15 juni tot 6 augustus? Wat heb je dat goed onthouden? Vergeet niet dat ik die weg een stukje met jullie ben meegegaan. Je moet een moeilijke tijd gehad hebben. Er waren dezelfde twijfels van ons begin, alleen in een andere vorm. Het maakte alleen dat de twijfels van vroeger veranderden in zekerheden. En wat zijn die zekerheden van dit moment? Die zekerheden van het moment zijn dat ik op het ogenblik weet wat ik van het leven kan verwachten. Die tijd heeft me geleerd dat er dingen zijn die je als voorwerpen ziet. Die je als voorwerpen in de kast zet, in een donkere hoek. Dingen die te goed zijn om in de kast te worden gezet. Die je in de kamer moet zetten, op een goede plaats. En waarnaar je vaak moet kijken. En waarvan je moet genieten. Ondanks de barsjes en de oneffenheden. Ondanks het gebrek aan symmetrie. De dingen waarvan je zegt, ja, mooi is het niet, maar het heeft geleefd. Het heeft wat meegemaakt. Sterker, het heeft met mij geleefd. Het heeft met mij wat meegemaakt. Die dingen zijn een deel van mezelf. Je voelt op dat moment dat de dingen die een deel van jezelf zijn, van je wegvallen. En dat je daardoor jezelf niet meer bent. Dat je incompleet bent geworden. En die symmetrie, Leonie, die symmetrie waarover we het daar straks hadden. En die symmetrie bestaat voor de Griekse kunst, maar niet voor mensen. Mensen leven bij de gratie van alles wat onvolmaakt is. Want bij de mensen is de onvolmaaktheid het stigma van het echte. Ga verder, alsjeblieft. En toen ik dat had ontdekt, toen was ik er voor mezelf uit. Toen heb ik er met jou over willen praten. Toen heb ik al mijn gedachten willen openbaren. Toen heb ik willen zeggen wat ik dacht, wat ik voelde. Maar op dat moment zat jij in de periode van 15 juni tot 6 augustus. En hoe was jouw weg? Die weg wijkt niet veel af van de weg die jij bent gegaan. En met wie ben jij die weg gegaan? Wat doet dat er nou toe? Maar besef je dan niet dat dit onze enige kans is? Dat dit een moment is waarbij we, terwijl we elkaar niet in de ogen zien, werkelijk kunnen zien? Goed. Ik zal het je eerlijk zeggen. Ik ben die weg ook gegaan. Met iemand van vlees en bloed. Ik heb hem alleen nooit kunnen aanraken. Ik zag hem iedere week op de televisie. Hij keek me vriendelijk aan. Af en toe knipoogde hij tegen me. Het was een omroeper meer niet. Maakte natuurlijk niks uit. Hij knipoogde ook tegen 10.000 andere vrouwen in het land, maar hij knipoogde tegen mij. Hij kwam in mijn kamer en hij zei tegen mij, ik begrijp je. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar in die ogen van hem zag ik dat hij me begreep. Ja, natuurlijk heeft hij me niet begrepen, maar ik wilde dat hij me begreep. Ik heb altijd naar hem gekeken, altijd als hij op het scherm was. En dan dacht ik, kijk, met jou ga ik een klein stukje die weg op. Het was pijnloos. Ik heb er geen wonden van overgehouden zoals jij. Misschien wel jammer. Je hebt van die mensen die naar een tandarts gaan en zich met vreugde laten behandelen. De tandarts noemt dat dental-minded. Het zijn geloof ik mensen die blij zijn dat er enige aandacht aan hem werd besteed. Ook al is dat dan maar in de vorm van spoelt u maar een boer en een slijpsteentje. Ik heb hem nooit gezien zoals jij Irene zag. Ik heb hem nooit kunnen aanraken zoals jij Irene aanraakte. Maar ik wilde met hem die lange weg die jij met Irene wilde gaan. Ook een klein stukje teruggaan. Totdat er ook voor mij een wegwijzer stond. En op die wegwijzer stond 100 miljoen miljard kilometer. Dat was te ver. Maar het was een mooie compensatie, nietwaar? Het lag allemaal zo dicht bij de harmonie en de symmetrie die jij bedoelt. En zo ver van alles waarover we op het ogenblik zitten te praten. En ik realiseer me maar al te goed dat we in de afgelopen jaren zelden meer met elkaar hebben gepraat.
Wat ben ik voor jou? Wat jij voor mij bent? Iets ongrijpbaars. Iets wat ik nooit met geestelijke armen heb kunnen omvatten. Een stem uit de verte. Iemand met wie je blijkbaar kan praten op een afstand. Maar zodra je dichtbij me komt, dan kan het niet meer. Lijk ik op die man op de televisie? Lijk ik op iedereen? Nee, iemand zei dank niet. Wat moeten we doen? Weet jij wat we moeten doen? Ik weet het werkelijk niet. Ik ook niet. 19 jaar is een lange tijd. En een huwelijk is zoiets als een lange weg. Maar wegen worden aangelegd om te worden begaan. En iedere weg leidt ergens heen. Soms ben ik jaloers op de mensen die precies schijnen te weten waarheen hun weg leidt. Waarheen de jouwe leidt, weet ik niet. Waarheen de mijne, weet het ook niet. Misschien lopen ze parallel. Maar misschien ook zullen ze elkaar ergens kruisen. Maar wanneer weet je dat? Sommige mensen weten dat pas als ze op een bepaald moment niet remmen. Als er een botsing volgt. Het gevaar van een botsing is dat er gewonden kunnen vallen. En zelfs doden. Maar dat geldt voor de weg. Als je natuurlijk moet kiezen tussen botsen en langs elkaar heen rijden. Tussen gewond of dood of niet. Dan geloof ik dat je het risico van wonden en van de dood voor lief moet nemen. En de blikschade moet incalculeren. Ik kom naar beneden. Daar heb je geen sprake van. Je moet je werk afmaken. Je kunt morgen op dat congres geen afgang maken. Ik kom naar beneden. Dat doe je niet. Ik ga een bad nemen en een maskertje. En je weet dat een vrouw met een masker op haar uitziet als een monster. Ik wil je niet zien. Ik ga mijn wenkbrauwen plukken. Ik ga mijn haarwasser inzetten. Ik heb nog ontzettend veel te doen. Leonie, kom één trap op. Dan daal ik één trap af. Wat zeg je dat gemakkelijk? Jij één trap af en ik één trap op. Maar er is toch niet zoveel verschil tussen dalen en stijgen als je allebei als doel hebt elkaar te ontmoeten? Geen sprake van. Dalen is veel gemakkelijker dan stijgen. Dalen kun je in toomloze vaart. Stijgen is veel moeilijker. Stijgen doe je stap voor stap wel bewust. Nee, Bert, jij doet je werk voor dat congres en ik doe mijn werk. Ik heb morgen een tiet bij de vrouw van de burgemeester. Ik begrijp dat ik er een beetje goed uit moet zien. Tiet of geen tiet, dat interesseert me geen bliksem. En dat congres interesseert me nog minder. We moeten elkaar ontmoeten, begrijp je dat niet? We moeten elkaar ergens ontmoeten. Jij een trap op en ik een trap af. Oei, wat een voorstel. Louter fysieke kwestie. Zie ik niet zo zitten, Bert. Werkelijk, dat zie ik niet. Jij werkt door, lieveling. Jij zorgt dat iedereen morgen op dat congres ondersteboven is van het intellect van ene Bert getrouwd met ene Leonie. En ene Leonie getrouwd met ene Bert gaat morgen in het pontificaal en zonder rimpeltjes naar de tee van de burgemeestersvrouw. En dan kunnen we morgen om deze tijd samen een glaasje Medoc drinken. Of misschien wel twee glaasjes. Een glaasje Medoc? Een fles bedoel je? 19 jaar, lieveling. Zou je het weer precies zo overdoen? Nee, Leonie. Ik zou sommige perioden niet zo overdoen. Periode Irene? Je zou me groot plezier doen als je die naam nooit meer noemt. Dat beloof ik je. Zolang ik leef zal ik die naam nooit meer noemen. Maar één ding wil ik nog weten. Is ze mooier dan ik? Ja, toen was ze mooier dan jij. Maar als ik haar nu zou zien, misschien niet meer. En ik zal haar niet meer zien. Dat is het enige dat ik nog wilde weten. Verder niks. Je hebt de televisie afgezet? Ik heb de televisie afgezet. Ik wil dat je nu gaat slapen. En als je morgen opstaat, als je morgen rondkijkt, dan zie je een heel andere wereld. Als ik morgen opsta, dan zie ik dezelfde wereld als die van vandaag, Bert. Laten we nuchter zijn. Er zal niet zoveel veranderen. In de wereld niet en tussen ons niet. De wereld draait al zo lang. En ons huwelijk draait er zo lang mee. Ik geloof niet dat we wonderen moeten gaan verwachten. Wonderen zijn nogal schaars, weet je. Je moet nu gaan slapen. Als ik klaar ben, lieveling. Net als jij. Succes, lieveling. Als ik je morgen niet meer zie, waarop een aardige kans is. Maar één ding. Laten we elkaar in de toekomst regelmatig bellen. Ja, Leonie. Laten we elkaar in de toekomst regelmatig bellen. Uit het notendopprogramma van 1972 herhaalden we een hoorspel geschreven door Tosca Hoogduin en gespeeld door Eva Jansen en Paul van der Lek. De regie had Emil Kammenaars.